We zien vandaag veel bewolking boven ons land, maar dat is op veel plaatsen vooral hoge bewolking. Alleen in het noorden van het land is het echt grijs door lage bewolking. En daar zien we de zon waarschijnlijk vandaag niet. Vanochtend is dat weerbeeld al zo. Al winnen de opklaringen vanuit het zuiden langzaam wel terrein als drogere lucht binnenkomt. Maar toch denk ik dat in het noorden van het land het de hele dag somber blijft. In de zuidelijke helft is er veel sluierbewolking aanwezig, maar daar komt de zon goed doorheen. De temperatuur loopt dan uiteindelijk op naar zo'n 4 tot 6 graden. En er waait slechts een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond dan begint de wind een beetje te draaien en het, in het noordwesten van het land begint de bewolking zich alweer zuidwaarts uit te breiden. Dat gebeurt ook in de nacht. In de nacht vriest het dan in het zuidoosten nog wel licht, maar uiteindelijk wordt het overal bewolkt en zien we morgen alleen in Limburg eerst nog even de zon. Uiteindelijk wordt het overal bewolkt en in de loop van de dag valt wat lichte regen of motregen en dat allemaal bij 5 tot 7 graden. De komende dagen blijven we veel wolken zien, de temperatuur gaat wel iets omhoog, maar de kans op lichte regen of motregen neemt wel toe. Zaterdag, ligt de Zaterdag en zondag ligt de temperatuur tussen de 7 en 10 graden. Na het weekend verandert er weinig. Mogelijk dat er dan weer wat opklaringen in de buurt komen. Ik ben Wilfried Jansen voor Weerplaza.